Goeiedag allemaal, mijn naam is Paul Buitink en het is vandaag een hele bijzondere afdeling, want we gaan een debat hebben hier met elkaar over de BankenUnie en de toekomst van de euro. Een paar weken geleden, twee weken geleden, was ik in Den Haag bij een hoorzitting over het geldstelsel en daar mocht ik wat zeggen. Arno Wellens, journalist, was daar ook. Wim Boonstra, econoom bij de Rabobank, was daar ook. Beide heren hebben ook wat mogen zeggen richting de Tweede Kamerleden over het financiële systeem. En terwijl ik naast Wim zat en Arno zijn verhaal afstak, zat Wim een beetje te morrelen en te brommen van dit klopt niet en dat klopt dat niet. Dat dacht ik al, ja. Zeg, jongens, ik meende dat te ontwaren. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ik zei, dit kan niet, we moeten gewoon bij elkaar komen, omdat jullie met elkaar daarover kunnen praten. Zien of er misschien toch nog wat overeenstemmingen te vinden zijn. Nou, dat communiceerden we op Twitter. Veel mensen bleken op basis daarvan popcorn in te gaan slaan en popcorn te gaan eten tijdens het debat. Ik heb daarom ook popcorn meegenomen. Ik hoop dat die eigenlijk dicht blijft, dat we er gewoon een goed debat van maken zonder al te veel ruzie. Maar heren, welkom en laten we er een mooi gesprek van maken. Nou ja, introducties zijn al geweest. Arne, journalist. Wim, econoom. Wim, als ik bij jou mag beginnen, kun je nog even kort aan de kijkers uitleggen wat die BankenUnie nu precies is en waarom jij dat een goede zaak vindt? Nou ja, die BankenUnie komt erop neer dat we in Europa de relevante banken, dat zijn er een stuk of 130, de grootste banken, nu onder toezicht staan van de Europese Centrale Bank. Die worden, er wordt dus ook objectief toezicht gehouden, dus daarom is de band tussen lokale toezichthouders en lokale en nationale bank ook wel doorgesneden. Dus dat toezicht is een stuk strenger geworden. Dat gebeurt op basis van een eenduidig stuk wetgeving. Dus alle banken hebben dezelfde regels. En uiteindelijk moet daar dan ook bij komen een Europees depositogarantiestelsel. Zodat als een keer een bank in de problemen kan komen, dat het ook op Europees niveau kan worden afgewikkeld. Nu is het nog zo dat op Europees niveau kunnen wel besluiten worden genomen, maar uiteindelijk, mocht het zo voorkomen bij een bank, dan is het nog steeds een nationaal geld wat moet worden ingezet. En dat opent dan toch altijd weer opent moeilijke gesprekken, zal ik maar zeggen. En de bedoeling is dat die BankenUnie wordt afgerond met een Europees depositogarantiestelsel. Ja, want er zijn drie pijlers. Dus ja. Toezicht, depositogarantiestelsel en ook nog het Special Resolution. Er ligt dus een heel draaiboek. Kijk, een van de dingen die sinds de crisis is veranderd, van in 2008... werden banken uitgekocht, een bail-out door overheden. Nou, dat willen we niet meer. Ik denk dat we daarover deze tafel ook eens zijn. Daarvoor in de plaats is gekomen het bail-in regime. En dat wil zeggen dat als nu een bank moet worden afgewikkeld, dan de kans dat de belastingbetaler er moet bijspringen is wel heel erg klein geworden, als die er überhaupt nog is. En dat is, vind ik zelf, ook een hele grote verbetering. Arno, blijkbaar gaan de banken voor elkaar instaan. Belastingbetaler zal niet worden geraakt. Klinkt als een mooie oplossing. Ja, dan ik denk niet dat het zo gaat. En ik heb wat dingen meegenomen. Misschien mag ik dat op die manier doen. Want er zit ook, dan kunnen mensen dat ook thuis opzoeken. Ik vind dat een terechte manier. Want ik heb wat van die documentatie meegenomen over die BankenUnie. En daar staan juist dingen in waarbij er heel vaak wordt gehint naar De fiscal capacity. Kun je dat toelichten? En fiscal, dat is het woord fiscal, dat is een false friend, zoals ze dat zo mooi noemen. Dat betekent betrekking hebbende op de begroting. Dus als er staat een BankenUnie met a fiscal capacity, dan betekent dat dat overheden iets in zo'n fonds moeten stoppen. En dat is het tegenovergestelde van het principe dat de banken niet meer hoeven te betalen. Ja, dus fiscal, in het Nederlands zou je zeggen fiscal, dat betrekking hebbende op belastingrecht, maar dat is het niet. En het is die fiscal capacity waar ik niet zo blij van word. De overheden moeten toch bijspringen, hoor. Nou, bij de depositogarantie dus niet. Kijk, in Nederland hebben we al zo'n stelsel. Het meest recente voorbeeld is bijvoorbeeld DSB, wat onder de depositogarantie is afgewikkeld. Nou, wat gebeurt er dan? Dan de centrale bank die zet de hele zaak in beweging. Op dat moment worden alle spaarders tot dat bedrag wat gedekt is, hebben binnen een week gewoon hun geld weer terug. En de banken, voor zover het fonds nog niet groot genoeg is, er is een depositogarantiefonds, maar dat is nog vrij jong, dat is het gevoel, worden dus alle banken gesommeerd, stort in deze pot. Maar je hebt het over Single Resolution Fund, toch? Ja, zo is het zoals het op dit moment in Nederland gaat. Ja. En dat betekent dus dat vervolgens die bank, het liquiditeitsprobleem is weg, mensen hebben hun geld, curatoren wikkelen die bank in alle rust af. In het geval van DSB betekent dat zelfs dat uiteindelijk ze alle activa zo goed hebben verkocht dat iedereen zijn geld terugkrijgt. Nou, ook in Europa zal het zo zijn dat als een grote bank in de problemen komt,
En dan word je dus door de toezichthouder gebaand. Er wordt er gekeken, is deze bank nog levensvatbaar of niet? Spaarders krijgen hun geld. Maar voor ze verder dan verliezen zijn, wordt eerst het eigen vermogen van de bank aangesproken. Dan het achtergestelde vreemd vermogen. Het overige vreemd vermogen. Dan nog het spaargeld wat niet onder de depositogaranties valt. Daar is natuurlijk ook altijd een stuk van. En daarna zijn er verliezen. Maar de kans dat dat wat je allemaal kunt aanspreken niet genoeg is om een bank uit te kopen, nou, die is nihil. Om de dood eenvoudige reden, zelfs in de crisis, als je kijkt wat de echte verliezen waren bij banken, die hadden in de meeste gevallen, zelfs het slechtste scenario, zelfs waarschijnlijk nog binnen de grenzen van het eigen vermogen geweest. Alleen banken komen vaak eerder in het probleem dat er liquiditeit wegloopt en dan, nou goed, dan moet er iets gedaan worden. En om te voorkomen dat het misgaat, hebben we nu ook een toezichtregime wat veel meer dan vroeger vooruitkijkt. Dus als je kijkt hoe strak de toezichthouder vandaag de dag kijkt, niet alleen of een bank aan allemaal ratio's voldoet, maar ook hoe de bedrijfsvoering is, hoe de lange termijn winstgevendheid is, Dus we zitten echt op een andere planeet dan in 2008. Dus feitelijk zeg je, misschien staat het al in, die fiscal capacity, maar je zegt van, dat zal nooit van toepassing zijn, want het fonds of de fondsen, zowel de Single Resolution Fund als later straks het Depositogarantiefonds, zal voldoende zijn om klap op te vangen. De kans dat er opnieuw grootschalig geld van de belastingbetaler naar de banken toe moet, nou, die is extreem laag. Dus Arne, het staat erin, maar uiteindelijk zal dat niet worden benut. Nou, sluit het dan uit. Als je een verzekering voor, als je een diefstalverzekering hebt voor je brommer, en je zegt, maar de kans is niet heel dat die brommer wordt gestolen, ja, schaf die verzekering dan af. Ja, kijk, het feit dat het wordt ingevoerd vind ik al angstwekkend. En dat neigt ernaar dat het gebruikt wordt. Kijk, je probeert een stelsel zo neer te zetten dat het zichzelf overeind houdt. En een van de wat ik zelf een van de mooie dingen van die bankenunie vind, dat is dat het hele verhaal van too big, too fail, van een bank is zo groot dat als hij zou omvallen, dan sleept hij de hele economie mee in zijn val. Dat wordt op Europees niveau, zeker als die bankenmarkten verder integreren, een heel ander verhaal. Ik zeg altijd maar, Friesland Bank was ooit in Friesland een systeemrelevante bank. Ja, maar op het moment dat daar allemaal andere, in de Nederlandse context, was het dat niet meer. En dan moet je als toezichthouder natuurlijk wel zorgen dat we niet weer de blunder maken dat we ze weer veel te grote banken gaan creëren. Daar moet ik altijd voor opletten. Van een paar weken geleden, een paar maanden geleden, dat idiote idee om in Duitsland Deutsche en Commerz te laten fuseren. Nou, dat gaat gelukkig niet door. Er was nog een Nederlandse bank die ook zei van, laten we daar eens naar gaan kijken. Gaat gelukkig ook niet. Daar moet je dus toezichthouder natuurlijk wel voorkomen dat je niet opnieuw Europees systeemrelevante banken gaat krijgen. Ja, maar dat doe je dan juist als je zegt, je trekt het naar een hoger Europees niveau, maar een bank systeemrelevant daar, is. Kijk, op dit moment, als die banken verder, die markten verder integreren, dus Duitse banken, Italiaanse banken, die meer in Nederland actief gaan zijn, omgekeerd. Maar je laat het niet fuseren tot megabanken, dan heb je opeens een veel stabieler banksysteem dan we hadden. Maar oké, dan moet je dus niet de blunder maken dat je denkt van, nou, laten we een paar van die grote banken bij elkaar zetten en we creëren een Europese kampioen. Ik bedoel, voor de crisis waren er ook mensen die ING en ABN AMRO wilden laten fuseren. Mm-hmm. Dat is gelukkig ook niet gebeurd. Het creëert gewoon een context. En dat je dat centrale toezicht, dat betekent boven alles dat je al die nationale eigenaardigheden uit toezicht eruit haalt. Ze hebben, na de crisis was ik een keer toe, van dat banken met een identieke portefeuille, en die lieten ze door twee toezichthouders bekijken. Kreeg je een andere uitkomst. En dan kreeg je een compleet andere uitkomst. Nou, dat kan niet meer. Er zijn dus nu internationaal samengestelde toezichtteams. De leider van het toezichtteam komt altijd uit een ander land dan waar de bank gevestigd is. Dus een Nederlander kan nooit hoofd van het toezichtteam op een Nederlandse bank zijn. Er zitten uiteraard wel Nederlanders bij. En het toezichtteam besluit. En als de nationale toezichthouder daar een probleem mee heeft, dan kan die escaleren. Maar centraal wordt gekeken dat overal iedereen langs dezelfde meetlat wordt gelegd. En dat is wel een hele stap vooruit. Ja, eens. Ja, maar dat andere dingetje, dat vergemeenschappelijke van schulden. Ja, maar jij, als die zin eruit zou gaan, zou je dan wel een goed Dat aspect van dat je toezicht houdt op elkaars banken, dat lijkt me hartstikke verstandig. Ja, ik denk dat we daarover eens zijn. Dus die van de drie pijlers van de bankunie zeg je van, toezicht op die manier is prima. Maar ik zou het wel graag zo hebben dat de Nederlandse begroting, dat het Nederlandse budgetrecht, dat wel wordt gerespecteerd. En dat wordt nu opzij geschoven. Dat is feitelijk de uitkomst van die documentatie. Nou ja, goed, jij bent hier de jurist aan tafel. Ik ben slechts econoom. Kijk. Ik heb simpelweg die verdragen gelezen. En daar staan dingen in die botsen met. Kijk, in,
laten we zeggen, er zijn twee dingen. Eén is natuurlijk heel fundamenteel. Nee. Laten we een kleine vergelijking maken. Als in Nederland, in Friesland de dijken doorbreken, dan moet het wetterskip het oplossen. Al of niet. Ja. Maar als nou eens een keer een storm is dat alle dijken tegelijk doorbreken, dan is dat gewoon een nationaal probleem. Ja. Gebeurt bijna nooit, moet bijna nooit. Maar als echt alles misgaat, maar dan moet het echt een stuk erger zijn. Dan moet het echt een stuk erger zijn dan in 2008. En dan moesten we natuurlijk de bailouts doen. Dan in the end staat het collectief, en het collectief heet dan gewoon de overheid, natuurlijk moet altijd instappen. Het hele idee dat het zonder zoiets kan, dat... Maar moet dat naar Europees niveau? Is dat iets waarbij mensen zeggen, daar voel ik me lekker bij, dat is wat ik wil? De kans dat je naar Europees niveau trekt, maakt de kans natuurlijk aanmerkelijk kleiner dat je het hoeft te doen. En zelfs als je terugkijkt naar de crisis, wat heeft de Nederlandse belastingbetaler uiteindelijk, het heeft het gekost? Nou, dat weten we nog niet. De steun in ING was zeer rendabel, maar ook terecht, want dat was groot risico, hoog rendement. Steun aan een paar andere banken moet nog blijken wat het privatiseren gaat opleveren. Maar sowieso voor de toekomst kan dit al niet meer gebeuren. Omdat we nu die bail-in hebben. En die hadden we niet. Die was er toen toch ook? Nee, toen was bail-in er nog niet. Maar je zou onder het oude regime zou je toch ook kunnen zeggen, je moet het met je eigen aandeelhouders en je eigen spaarders en je eigen obligatiehouders moet je het oplossen. En bij een kleine bank kon dat wel, maar je zag overal in Europa was de reflex van, oké, als grote banken in de problemen komen, too big to fail, bail-out. Nou, en nu is de reflex bail-in. Dus voordat überhaupt die belastingbetaler in zicht komt, dan zijn alle aandeelhouders hun geld er kwijt. Ja, en terecht natuurlijk. Terecht. Dit is jullie bank, je zoekt het zelf maar uit. Zijn we het ook wel over eens? Ja. Maar jij zegt feitelijk, het is een soort van kiezersbedrog dat zo'n passage in zo'n verdrag verschijnt zonder dat wij als kiezer daar... Absoluut. Maar dat is een heel verstrekkend ding, want het is ook een blanco check. Als je gewoon even los van de economie, wat vind je van de politiek achter zo'n besluit? Nou ja, kijk, het is een blanco check. Het is zeker geen blanco check. En nogmaals, als je ziet waar we al doorheen zijn gegaan. We hebben ons op een gegeven moment als Nederland garant gesteld voor een deel van de Griekse staatsschuld. En Europa heeft natuurlijk, en dat doe je met de collectiviteit, in een paar landen die zich keurig aan de afspraken hadden gehouden, maar toch in de problemen kwamen. Hè? Ierland, Spanje, daar die hadden zich perfect aan het stabiliteitspact gehouden. Ja, en toch gaat het fout. En toch vielen daar de banken om. Hè? Wat dus ook een beetje aangeeft dat de regelgeving van Europa veel te eenzijdig was. Hè? Onder andere dus de bankaire, maar ook op de private sector werd gekeken. Nou, dat is allemaal steun geweest. Dat is ook allemaal weer teruggekomen. Griekenland is natuurlijk een wat ingewikkelder verhaal. Die steun die komt niet terug. Nee, maar alle staatsschuld van Griekenland is inmiddels ook gewoon opgegroeid door de centrale bank. Alleen mag je niet hardop zeggen. Ja, dat is natuurlijk het geval. En op het moment dat je monetair zou het kunnen wegstrepen, maar ja, dan zet je alle sluizen in Griekenland open om het feest opnieuw te laten beginnen. Dus dat doen ze niet. Maar ik vind Griekenland, vind ik in het kader van Europese regelgeving, een hele ingewikkelde. Omdat het land om te beginnen überhaupt nooit lid van de euro had mogen zijn, want ze hebben zich naar binnen gelogen. Net als Italië. Nee, Italië. Maar Italië heeft ook een veel te hoge staatsschuld. Dat zit ver boven die 60%. Nee, en daarmee ga je in het begin al te sjoemelen. Nee. Jij bent de jurist, maar dit stukje van Nee, ik ben geen meester in de rechten, zeg ik erbij. Dit maar stukje, zijn allemaal mensen, geen juristen, economen. Nee, wij zijn mensen onder elkaar. Dat hebben we geen levens. Weet je wat bij Europa... Met common sense. Maar goed, als econoom zeg ik van hier hebben ze een foutje gemaakt. We hadden een verdrag van Maastricht en daar staan die criteria in. En er was één heel groot probleem. En dat probleem heette België. Want dat mag ook niet. Want alle Europese instellingen, of de meeste Europese instellingen, behalve de Centrale Bank, staan in België. Ja. Ondenkbaar dat België niet meedoet, maar België had op dat moment een hogere staatsschuld dan Italië. Ja. En die weer dan Griekenland, en zo kwam Griekenland er ook bij gefietst. Nee, maar Griekenland nog eens een ander verhaal. Kijk, wat toen is gebeurd, toen hadden ze natuurlijk gewoon in het verdrag moeten zeggen van, ieder land moet de staatsschuld onder de 60% hebben. Behalve België, want daar willen we ons hoofdkantoor hebben. Ja. Anders zou je op het terras in België niet kunnen... Maar dat is politiek natuurlijk niet te doen. Ja. Dus wat hebben ze vervolgens gedaan? Ze hebben erin gezet van, als de schuld boven die 60% ligt, maar hij nadert in een bevredigend tempo de 60%, en dat bevredigend heeft men niet gekwantificeerd op dat moment, dan mag je ook meedoen. En iedereen dacht, dat lukt de Belgen wel, dat lukt de Italianen niet. Maar het lukte de Italianen ook. Omdat die rente zo hard begon te dalen, de Italiaanse staatsschuld extreem kort gefinancierd was. Dus die hadden enorme meevallers in de renteuitgaven. Dus de begroting begon opeens er goed uit te zien. Staatsschuld daalde nog een beetje. Markten zeiden, Italianen zijn goed bezig. Rente
Dus Italië voldeed compleet naar de letter van de wet. Ja, en nu groeit de staatsschuld alleen maar. Ja, precies. Dat is het probleem. Er zijn geen sancties als je er één keer in zit. Duitsland voldeed naar de letter niet aan het verdrag. Want Duitsland had een veel lagere staatsschuld, maar hij steeg. En hij was boven de 60%. Ja. Dus op dat moment was duidelijk, en pas toen is men ook gaan nadenken over het stabiliteits- en groeipact, want dat was het toen niet. Ja, de Maastricht-criteria, daar waren wel criteria aan toe te treden, maar er waren helemaal geen spelregels als je er een keer in was. En toen dachten ze van, verdorie, als dat is ook een groot mankement aan de hele opzet van het project. Ja, dat is gewoon slordigheid geweest. Ja, en jij zegt net, het gezamenvoegen van staatsschuld. Daar ben ik dus een hele grote voorstander van. En dat roep ik al bijna 30 jaar. En ik overdrijf niet. Oké, nu komen we ergens. Ja? Ja. Want op die manier kun je namelijk wel degelijk sanctiemechanismes inbouwen. Waardoor landen dus niet aan de afspraken houden. Heel groot probleem hebben. Hè? Je moet die mutualisering moet je niet op zijn Junkers doen. Van we zijn solidair, iedereen lage rente, huil. Nee, fout. Dat is moreel risico. Moet je niet willen. Je moet het doen met conditionaliteit. Je kunt er verzekeringsmechanismen inbouwen. En als ze dat hadden gedaan, dan is Griekenland op het namiddagje opgelost geweest. En dat de rest van Europa daar geen cent aan hoeft uit te geven. Als reactie op voldoen aan allerlei regels. Je overtreedt de regels. Kijk, en dan komen de pellets met geld. Griekenland heeft gewoon echt gelogen. Die heeft gewoon echt gelogen over zijn cijfers. En dat weten we al sinds 2004. En ik had dat toen met een centrale... Met hulp van Goldman Sachs. Nou, Italië heeft ook wat gedaan. Maar weet je, ze hebben gewoon gelogen. Gewoon foute informatie. Ja. He, en dat wisten we in 2004. En toen hadden we dus, vind ik, tegen de Grieken moeten zeggen van, sorry jongens, tabé. Ja. Daar heb ik toen met de centrale bank over gehad, een centrale bank. En die zeiden van, ja, maar het juridisch kader van de euro heeft geen enkel... De euro is onomkeerbaar. Dus er is geen juridisch kader om een land eruit te zetten. Toen zei ik van, dus jullie hebben een juridisch kader weten te verzinnen waar je wel naar binnen kunt liegen. En als je een keer binnen bent, kun je er niet meer uit worden gezet. Dat snap ik als niet-jurist nou echt helemaal niet hoe dat werkt. Dat is het einde van het gesprek. Dan vraag je erom. Als we dat toen hadden gedaan, toen had dat zonder al te hoge kosten, had je de Grieken eruit kunnen zetten. Had je ook laten zien, jongens, we nemen onze spelregels serieus. Dat had echt een disciplinerende werking op andere landen gehad. Is allemaal niet gebeurd. En ja, dan laat je het 15 jaar doorlopen. Ja, en dan op een gegeven moment is zo'n land zo ingefroten en financieel vervochten met de rest, dat eruit zetten ook geen optie meer is. Laten we even naar nu teruggaan. Interessant. Terugkomend op een verdrag. Dat staat nou eenmaal in. Er staat wel degelijk, de blanco cheque staat erin. Ja, Wim vindt dat niet zo'n probleem. Maar even los van het feit of het al dan niet terecht is dat het er zonder kiezersinstemming ingezet is. Verwacht jij ook daadwerkelijk dat bij een volgende crisis een deconfituren van de banken zo groot is dat inderdaad die fondsen tekortschieten en er inderdaad een beroep? Want daar verschil je dan van mening, denk ik. Jij zegt dat het gaat een keer zo hard mis dat die fondsen niet voldoende zijn en alsnog de belastingbetaler moet worden aangesproken. Als je gewoon de bail-in vermogen pakt van wat dus nu als eerste wordt aangesproken als de bank omvalt, dan is dat een veelvoud van de verliezen die de banken tijdens de crisis hebben gedaan. Gewoon, die spelregels waren er niet en die zijn er nu wel. Want zo groot, want uiteindelijk, ik bedoel, DSB is met winst afgewikkeld. Maar de meeste banken die verheren worden uiteindelijk, als markten gewoon herstellen en de tijdsdruk is eraf, hè, omdat liquiditeitsrisico weg is. En je kunt de rustenbank afwisselen. Ik heb me laten vertellen dat zelfs het Londense kantoor van Lehman met winst is afgewikkeld. Maar ga daar eens op in, Arjen. Wim zegt, het maakt helemaal niet uit, het wordt met winst afgewikkeld, geen probleem. Dat is, daar heb ik het niet mee eens. Er is wel een probleem. Kijk, jij chargeert wel een beetje wat ik zeg natuurlijk. Hè? Maar er is genoeg zalf om de brandwond. Ik denk dat niet. Ten eerste is een Nederlandse bank, als je dat bijvoorbeeld bij Rabobank zou doen, als je kijkt wat daar aan middelen beide kanten van de balans staat, dat kun je wel op een redelijke manier oplossen. Ja. Maar er zijn een aantal Italiaanse banken waar ik me gewoon echt zorgen om maak. En ik heb dat al eerder genoemd. Ik vind Unicredit een groot probleem. Unicredit publiceert een jaarrekening. En wordt goedgekeurd door de accountant. Afhankelijk van de cijfers die Unicredit publiceert, zegt de BankenUnie, dus de Europese Bankenautoriteit, dat zit wel eens norm met die bank. Vervolgens komt vlak na zo'n stresstest, komt Unicredit met een mededeling, zeggen ze, we hebben voor 15 miljard gefraudeerd. Dat hebben ze in het recente verleden hebben ze dat 3 keer gedaan. In 2011, in 2013 en 2016. Ja. En dan zie je dat de koers van zo'n bank instort. Waarna de premier van Italië een signaal afgeeft waarbij hij zegt, ik zal deze bank wel redden. En dus op de dag dat Unicredit in 2016 met het persbericht komt
we hebben 12 miljard euro aan verliezen uit de boeken gehouden. Sorry, hè, dus je kunt de jaarcijfers ook niet vertrouwen. Ik vertrouw die van Rabobank wel, maar ik vertrouw die van Unicredit niet. Op dat moment geeft de premier van Italië het signaal af, wij zullen die bank wel redden. En dan stijgt de koers van die bank met 40%. Op de dag dat je een verlies aankondigt, hè, van 12 miljard, omdat je dat uit de boeken hebt gehouden. Nou, dat bedrag opgeteld, wat Unicredit alleen al heeft weggefraudeerd, dat is 40 miljard euro. Eén bank. En dat is de omvang van het hele resolutiefonds bijna, dat die banken samen moeten opstellen. Dus de kans is heel groot, met name in Zuid-Europa en Oost-Europa nu, waar we ook verder gaan, dat er gewoon dat banken cijfers publiceren die niet kloppen. En dan heb je een opstelling van je eigen vermogen die niet klopt. Dat is de ene reden. Kijk, even dit is een extreem geval, denk ik. Maar stel nou eens... Het is de grootste bank van Italië. Hoe groot is Unicredit? Wat is het balans totaal? 800 miljard. 800 miljard. Ah, ja, hoeveel, hoe 40 miljard was het verlies wat ze hebben weggemoffeld? Ja. Oh nee, 12 miljard hadden ze weggemoffeld, zei je. Ja, in een jaar. Hoe groot is hun eigen vermogen? Even uit mijn hoofd, 60 miljard. Nou, dan hadden zij dus bij bail-in, waren ze dus 12 miljard van de 60 kwijt geweest. Ja. Nou, als het hiermee klaar is, dan is het klaar. En, dan had er nog een heel stuk, want er zal natuurlijk een deel van die 800 miljard... Dat is natuurlijk onder de depositiegarantie, dus dat is gedekt. Die mensen krijgen geld direct terug. Dat instantie wordt gefinancierd door de centrale bank. Maar verder heb je dan een enorm eind aan vreemd vermogen. Hè, wat echt onder de spelregels zoals ze nu gelden, wordt aangesproken. Nou, dan moet je wel heel erg veel verliezen maken. Dan is 40 miljard niet genoeg. En als Italië uit de euro stapt? Dan hebben we met z'n allen een probleem. Kijk, je kunt... laat ik zo zeggen... Ik zeg altijd maar, als je mensen op de maan kunt zetten, kun je ook uit de euro stappen. Dat technisch kan het. Maar die ga ik gebruiken in het boek, dat kan nog. Oké, dit is een titel voor het gesprek, denk ik. Maar als je dan zegt dat dat niet met immense kosten gepaard gaat, dan pleeg je kiezersbedrog. Ja. Uit de euro is extreem duur. Maar dat is jouw punt ook, hè? Dat je daar via een referendum zou je die kosten... Dat moet je sowieso helder maken. Ja. Je moet altijd eerlijk zijn. Het probleem is dat bij referenda zijn mensen niet eerlijk. En op basis van fake news kunnen mensen hele domme beslissingen nemen. Ja, maar daarom hebben we het gesprek natuurlijk. Maar goed, of niet uit de euro is een heel ander verhaal. Maar Italië wil helemaal niet uit de euro. Nee, want dan ben je die goedkope pijplijn van geld kwijt. Ja, nee, maar dat niet. Hè. Italië is geen arm land. En Noord-Italië is een van de meest ontwikkelde industriële gebieden van Europa. Italië heeft een heel groot intern verdelingsprobleem. Ja, nou, maar dan mogen ze dat... Dat hadden ze ook al lang voordat ze toetraden tot de euro. Maar Italië gaat echt de euro niet uit. Italië is ook geen schuldenland à la Griekenland. Italië heeft grote private vermogens. We zitten allemaal naar die staatsschuld te kijken. Daar staat enorme private vermogens tegenover. Alleen de tragiek van Italië is een beetje dat toen in 2008... alle landen in Europa, bijna alle landen in Europa... met belastinggeld hun banken redden. Italië was dat niet nodig. Want de Italiaanse banken die wisten niet eens of ze prime was, want ze het op de balans hadden. Toen heeft Italië helemaal geen grote staatssteun aan banken hoeven te geven. En toen dat op een gegeven moment later steun nog nodig bleek, waren inmiddels in Europa de spelregels gewijzigd. En dat is wel een van de pijnpunten vanuit Italië bezien. Zeiden van iedereen, de Duitsers voorop trouwens, hebben massaal een massief bank uitgekocht. En nu hebben een van onze grootste banken het probleem en dan mag het opeens niet. Maar deel je die analyse dat Italië vermoedelijk niet uit de euro zal gaan en er daarom ook op systeemniveau niet zo'n groot probleem te verwachten is? Dat weet ik niet. Ik durf niet te zeggen wat er in de nabije toekomst zou gaan. Maar het is natuurlijk wel degelijk zo dat Italië gered is. Mario Monti heeft in 2015 een heel mooi interview gegeven met de Volkskrant. En toen zei hij Italië is een van de founding fathers eigenlijk, ook van de euro. Er zijn drie grote landen, noemen we dat. We hebben Frankrijk, Duitsland en Italië. Die zijn gelijkwaardig. Blijkt ook uit de aandelenverhoudingen in die Europese fondsen, de Europese investeringsbank. Duitsland is eigenlijk gewoon een stuk groter dan Italië, dat weten we. Maar we trekken Italië gelijk aan die andere twee, zo'n Frankrijk en Duitsland. Daarom is er nu ook een Italiaan de president van de centrale bank. Dus Italië is een beetje geupgrade, kunstmatig. En Mario Monti heeft gewoon verteld van je hebt vijf traditionele eerste crisislanden. En daar hoort Italië ook bij, de PIGS of de GIPS noemen ze dat. Dus Griekenland, Italië, Ierland, Spanje en Portugal. Mario Monti zei van maar als Italië een fonds, een noodsteun moet krijgen op de manier zoals Griekenland dat krijgt, dan degradeer je Italië. En daarmee maak je de geloofwaardigheid van de hele euro
tas je daarmee aan. Dus dat mocht Italië niet gebeuren. Dus om die reden heeft Italië geen officiële noodsteun gehad. Dat was de premier van Italië maar die dat zelf zegt. Maar dat is ook helemaal niet nodig. Kijk, Griekenland... Maar het is wel nodig, want... Griekenland is, nee, is een is heel nodig, klein want... economie. Ja. Omdat Italië heeft... Hè, want daarna kwam QE. Hè, er kwam eigenlijk... Ja. Toen ging de ECB, die zette printer aan. Die ging Pelles met geld ronddelen. Basisgeld, ja. In sommige jaren wordt de helft van de Italiaanse staatsschuld... komt gewoon uit de printer van Mario Draghi. Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe het Italië zou zijn vergaan als de ECB dit niet had gedaan. Nou, glashelder, dat was niet goed gegaan. Nee, maar het gaat dus wel goed omdat die ECB er is. Maar daarom, dat is toch steun. Maar daarom gaat het ook bij ons goed. Want als stel nou een situatie dat in Italië de ECB het niet gedaan. Dan was in Italië de rente een stuk hoger geweest. Ja, bijvoorbeeld 7%, daar stond die. Dan hadden de banken veel hogere fundingkosten gehad. Ja. Had het Italiaanse bedrijfsleven veel hogere fundingkosten gehad. Dan was er in Zuid-Europa een recessie uitgebroken, wil je niet weten. Mm-hmm. En denk je dat onze exporteurs niks zouden hebben gemerkt? Nee. Dan was heel Europa in recessie gegaan. Ja. He, ik had laatst genoeg met allemaal mensen van de SP aan tafel te zitten. En toen heb ik ook gezegd van meneer Draghi, het is in zijn eentje meer voor de werkelijke klasse in Europa gedaan. Ja, dan alle socialistische partijen bij elkaar. Ja, ik heb die wel eens van je gehoord. We zijn een rondreizend circus aan het worden. Het is nog waar. Ik ben het daar fundamenteel mee oneens. Omdat we een enorme monetaire interventie doen. Waarmee we koersen van en de waarderingen van producten kunstmatig hoog houden. Op een ongezond niveau hoog. Daardoor... praten we onszelf een soort illusie van rijkdom aan. En als je dat allemaal niet zou doen, dan zouden die Italianen inderdaad een veel groter probleem hebben. En dat is niet... Maar wij ook. Die problemen krijg je toch. Als iemand eigenlijk insolvabel is, als Italië zoveel schulden heeft, en ze moeten zelf tegen 7% op de markt lenen. En je gaat zeggen, nou, we gaan kunstmatig ingrijpen, we gaan kunstmatig geld scheppen om de fundingkosten voor Italië laag te houden. Waarmee je de inflatie in Nederland weer opjaagt, dan ben je dat land wel degelijk aan het helpen ten koste van anderen. Die pizza kun je toch niet groter maken? Bijna eens, behalve ten koste van anderen. He? Van als jij gewoon kijkt naar... En de reden waarom de centrale bank met QE is begonnen, was dat op dat moment de economie erg zwak was en op Europa breedte prijzen begonnen te zakken. En achteraf weten we, dat heeft niet doorgezet, maar dat is wijsheid achteraf. Maar denk je dat dat de werkelijke reden was, of was het toch dus impliciet om Italië te redden? Nee, want dan hadden ze het ook... Er lag al een beleidskader, het Special Securities Markets Program, waarbij je dus gewoon gericht op een gegeven moment al obligaties hadden opgekocht, om te voorkomen dat die renteverschillen in onze eurozone te ver uit elkaar zouden lopen. Kijk, het probleem, en daar ging dus dat stuk van 30 jaar geleden over, dat is het financiële markten niet reageren zoals je in theorieboekjes leest. Oftewel, risico's worden wat groter, ze prijzen wat hoger in. Zo werkt dat niet. Markten kunnen jarenlang verkeerde ontwikkeling compleet negeren, met doelredenering of whatever. En op een gegeven moment is er een tipping point in de markt en dan slaat het sentiment vanaf het ene om compleet aan de andere kant. Nou, Italië heeft voordat de crisis uitbrak jarenlang tegen dezelfde rente kunnen lenen als Nederland. Wat al gek is. Wat compleet waanzin was. De schuld was ook tegen zo hoog. Ja, wat complete waanzin was. Maar dat is wel precies wat ik in de tijd bedoelde. En toen op een gegeven moment werd duidelijk van, er is toch iets aan de hand. En pots, dan gaat het wees de andere kant op en wordt het probleem onbeheersbaar. En op het moment als je daar dus met conditionele eurobonds had gewerkt, had je in veel eerder stadium verschillen kunnen inbouwen, veel geleidelijker en je had fondsvorming kunnen doen. Dat was het hele achterliggende idee om dat te doen. En omdat ze dat niet doen en omdat politici het nog steeds niet begrijpen, is die eurozone nog steeds zo kwetsbaar. En kan ik nu ook vertellen van als we die schuld niet mutualiseren, ziet de volgende eurocrisis er weer hetzelfde uit als de vorige. Maar niet meer via de banken. Want daar is wel wat veranderd. Kijk, het eigen vermogen van een aantal banken is aangesterkt. Dat toezichtsregime is veel beter. Maar de impact van dat QE, dat is dusdanig groot. Dat je daarmee verschillen kunt wegpoetsen. En die ongezondheid in die banken, die zit er nog steeds. Dat blijkt al uit de dalende koersen van die banken. Je kunt Deutsche Bank nu voor een habbekrats opkopen. Ja, kijk, bewaar eens even. Ja. Ja. Misschien, kijk, even wat dingetjes meegenomen. En ja, kijk, wat ik eng vind, is dat we nu tegen elkaar zeggen, we kunnen nu discussiëren van, ik vind het wel meevallen, ik vind het niet meevallen. We hebben de situatie opgesteld dat er een blanco cheque is. Er is nu een Duitser, Klaus Regling, directeur van het Europees Stabiliteitsmechanisme. Die kan feitelijk zelfstandig financiële producten van de markt trekken, daarmee partijen helpen. Dat zegt hij ook letterlijk zo, dat doe je. Want als je zegt,
ik ben bereid om Italiaanse staatsobligaties te kopen middels QE of met dat steunfonds, ja, dan stijgt de koers van die Italiaanse obligaties. Dat is gewoon een duidelijk effect. En je maakt het daarmee makkelijker voor dat land om geld te lenen. En als dat fout gaat, en dat blijkt uit die documentatie, ik heb het gewoon bij me, dan mag Nederland daarvoor opdraaien zonder dat wij nog kunnen stemmen van, ja, maar wij willen dit eigenlijk niet. Rutte heeft de creditcard van Nederland weggegeven. Nou, dat valt reuze mee. Het is geen blanco check. Kijk, als een grote bank in de problemen komt, dan komt hier een resolutie. Dat betekent onder andere dat het management meteen weg is. En op dat moment zijn aandeelhouders, als er verliezen zijn, hun geld kwijt. Zoals altijd. Dat is al twee eeuwen in het Nederlands faillissement niet geregeld. Maar wat die koers doet, is dat die doet dan niks meer. Ja, want op dat moment wordt er gewoon afgewikkeld. En dan wordt er alleen maar gekeken van, is deze bank levensvatbaar? Nou, dan probeer je hem onder te brengen bij een andere bank. Dat kan. Of als hij niet meer levensvatbaar is, nou ja, dan wordt hij in onderdelen verkocht, assets worden verkocht, afgewikkeld. En dan mag je dan vervolgens 10, 15 jaar over doen. Nee, van het faillissement van de Tilburgse Hypotheekbank in Nederland. Dat is een paar jaar geleden afgewikkeld en het was een faillissement in 1982. Een faillissement in 1982. Dus het heeft dus heel erg lang geduurd voordat het werd afgewikkeld. Maar goed, we hadden natuurlijk hele langlopende assets. Bij DSB zijn ze 5, 6 jaar bezig geweest. Maar dan is het hele verhaal van, er worden aandeelkoersen gesubsidieerd. Nee, het gaat mij niet om dat je die aandelenkoersen subsidieert. Het gaat erom dat de koersen van een aantal van die banken zo laag staan. En ook door andere banken tegen zo'n lage koers wordt gekocht. Als Goldman Sachs, als zij een aandeeltje Deutsche Bank kopen, dan kopen ze hem voor 80% minder dan van wat KPMG in Duitsland zegt. Ja, maar dat zou de prijs moeten zijn. Dat is de boekwaarde. En voor mij is dat een hint. En dat hoor ik ook van heel veel mensen die in die sector werken. Die zeggen, ja, wij kopen die bank met een korting, omdat er allemaal rommel op de balans staat. Die rommel kun je vervolgens bij een Europese centrale bank of bij een ESM dumpen. Dat daarmee feitelijk die banken aan het steunen is. Dus dat is politiek ingrijpen. Dat die koers zo laag staat. Kijk, als dit waar zou zijn, dan zou die koers weer zijn opgelopen, omdat het dan blijkbaar aantrekkelijk is om die spullen op te kopen. Dat gebeurt ook. Je ziet ook dat die koersen die reageren op politiek nieuws. Je kan bij de persconferentie van UniCredit kun je een kanon afschieten. Het gaat als de premier van Italië zegt, UniCredit heeft gefraudeerd. Als dat die bank in de problemen brengt, zal ik die bank redden en daarmee ben ik bereid een conflict met Duitsland te riskeren. Dat doet hij, dat zegt hij gewoon in de krant. Op het moment dat hij dat doet, gaat die koers van die bank keihard omhoog in december 2016. Ja, maar dat betekent voor mij dat die bank voor zijn voortbestaan afhankelijk is van overheden die banken redden. En of die overheden dat zullen doen, is een politieke kwestie. Kijk, en dit is nou het sterkste argument om het allemaal onder die banken nu niet te brengen. Nee, want daarmee kan, dan kan een nationale overheid, die heeft er helemaal niks meer mee van doen. Dan is het Europa, ja, maar, en dan zegt de Europa, ja, maar dat is het ding, dus echt. Dan zegt de Europese Centrale Bank van wel of niet. En zo gaan we het doen. Ja, maar en zo even, gaan we het financieren. Maar, en dan kun je dus niet meer hebben dat omdat in bepaalde landen de banden tussen de politiek en banken... Ja, maar jij vindt de ECB een politiek instituut, want jij vertrouwt niet het leiderschap van de ECB. Dus als de ECB, dat heeft Mario Draghi ook heel vaak gezegd. Als je in een ziekenhuis kijkt, dan komt iemand zwaar gewond binnen en dan ga je hem eerst plat spuiten. En dan krijgen andere doktoren de tijd om te bedenken wat ze gaan doen. Die ze amputeren, laten versterven, opereren. Ja. Draghi heeft heel vaak gezegd van, wat ik hier doe is gewoon uitstellen. Ja. En je kunt je maar dat ging over monetair beleid. Je kunt je afvragen of je dat zou moeten doen. Hij zal dat niet oneindig doen. Maar feitelijk ben je daarmee specifieke banken wel degelijk aan het redden. En intussen wordt die bankenunie opgetuigd. Nee, maar hier lopen een paar dingen toch een beetje door elkaar. Mag ik eerst over die blanco check? Want ik zou helemaal gerustgesteld zijn door het verhaal van Wim Boonstra. Als hij, maar dat kan hij niet natuurlijk, maar als die blanco check eruit gaat. En zo'n blanco check regeling, dat doe je met een reden. Er is geen blanco check. Het kost me, als we het even als een rechtszaak zien, ik heb wat bewijs bij me. Nou, laat zien waar de blanco check uit blijkt. Ik heb als we kijken, het kan trouwens ook op het schermpje. Mensen kunnen dit thuis ook opzoeken, meekijken. Ik doe meteen exhibit A en B. Doe dat gewoon lekker open. Ja. Ik heb wat ik een heel leuk plaatje vind, is wat je ziet, de koersen bijvoorbeeld bij, dit is de Portugese huizenmarkt, dan zie je die gele lijn, dan Mario Draghi begint geld bij te drukken. En dan wordt er zoveel geld die markt ingegooid, dat daardoor waardes van huizen weer gaan stijgen. En dan lijkt het net alsof mensen daar helemaal geen te hoge hypotheek hebben bijvoorbeeld. Maar dat is allemaal pure kunstmatige ingrijpen. Dat geldt exhibit B ook bij aandelen, sinds die banken, de centrale banken dat zijn gaan doen, dan zie je gewoon dat die koersen van aandelen dat heel mooi doen. En die banken maken hiermee winst. Dus een bank heeft een bepaald aandeel in een ander bedrijf dat eigenlijk niet zoveel waard is. De ECB overspoelt de markt met geld,
Vermogensmanagers weten niet meer wat ze ermee moeten doen. Rabobank heeft nu ook 64 miljard euro dood op de balans liggen. Dus die gaan dan tegen steeds hogere waardes die producten kopen. Maar je redt die banken. Nou, okay. Over dat fiscal. De blanco check. Ja, de blanco check. Waar komt die? Dat zit in hoofdstuk 3 van Exhibit C. Dat gaat over Council Regulation 1024 uit 2013. En daar staat, we are developing a common fiscal backstop to reduce sovereign bank links. En er staat ook heel duidelijk onder dat wij schulden gaan mutualiseren. Risk sharing implied by steps to reinforce. Dus je gaat wel degelijk een fiscal capacity neerzetten. Lees het nog eens voor. Ja, het is net jammer dat de achterkant hier is weggevallen. Kunnen we heel snel op dat scherm staat. Ja, developing a common fiscal backstop to reduce the bank sovereign links. Ja. Maar reduce. Ja, verminderen. Dus je gaat het risico verminderen. Oké, maar laten we... Nee, ze gaan de relatie... Kijk, een van de grootste ellendebronnen in Europa zijn die... En daar gaat dit over. Dat is dat overheden heel veel overheidspapier bij het bankwezen onderbrengen. Ja. Precies. Dus ze kunnen overal. Ze kunnen elkaar onttrekken. Dus dat is die doomloop. Dus als slecht gaat met de overheid... Dan wil die geld lenen bij de bank en de bank heeft... Ja, en dan zien die banken hun staatslening in waarde dalen. Heeft die banken problemen. De overheid moet die banken verreden. Omgekeerd gezegd bij de bank. De overheid moet doen. De overheid kan de problemen coderen. Zoals het Ierse Spanje verhaal. Nou, dat is nou precies wat ze niet meer willen. Maar dat gaat nog steeds. Maar Italiaanse banken blijven toch nog steeds Italiaans overheidspapier kopen. Ook in een bankenunie. Kijk, alle banken hebben staatslening op de balans. Om voor een deel, zeker bij het kortlopende stuk. Omdat het ook onderdeel van de liquiditeitsreserve is. He, maar... Een van de dingen waar ze wel mee bezig zijn, is dat mag niet meer ongelimiteerd. He, dus nee, in het verleden, in Italië gebeurde het, van, ja, als er een probleempje was, dan belde de minister van Financiën van, jongens, kopen die handel. En dan kochten de bank. Daar gaat het hier niet om. Gaat het hier wel om. Nee, het gaat hier heel duidelijk om, dat als je meerdere landen in een unie hebt, bijvoorbeeld Nederland en Italië, en Italië heeft een probleem, dan moeten die landen dat samen oplossen. Nederland moet bereid zijn om te betalen voor de Italiaanse problemen. Dat is wat hier gebeurt. De Europese Centrale Bank heeft alle middelen voor handen om een grote Italiaanse bank af te wikkelen zonder dat er 1 cent belastinggeld aan te pas komt. Maar ben je het mee eens dat wat hier staat wel... Fiscal capacity. Ik zie daar vooraf aan gaan. Het gaat dus om het verminderen van die relatie. En dat is precies waar het om gaat. Nee, maar je vergroot hem juist. Want als je een fiscal capacity hebt, dan moet er iets uit de Nederlandse begroting worden gehaald om Italië of in Griekenland of Portugal, weet ik wat op te lossen. Kijk, het ergste wat kan gebeuren, maar dat is veel erger dan wat we in 2008 hebben gehad, hè, als tegelijkertijd de 100 grootste banken in Europa in de problemen zouden komen, dan heb je de tijd niet om een bank rustig af te wikkelen. Nee, joh. Hè? En dan staat gewoon het collectief garant. Maar nee, altijd. Dat is altijd al zo. Dat is altijd zo zijn. Maar ik denk wat Wim zegt, of je het er wel of niet inzet, als zo'n crisis zich voordoet, dan gaat er toch wel sprake van zijn. Of het er nou wel of niet. Nee, maar je maakt het zo groter. Je maakt het kleiner, omdat je een bank die in het oude systeem zonder die bankenunie op nationaal niveau altijd moet redden. Ja, maar dan zoeken ze dat lekker uit in Italië. Onder de Europese wet en regelgeving kun je die bank in rust failliet laten gaan. Laten opgaan in een andere instelling. Omdat die niet meer systeemrelevant is. En omdat ze met bail-in al die middelen waar vroeger de belastingbetaler voor opdraaide, die zijn gewoon niet meer nodig. Dat is de manier waarop het gaat. Dat is niet waar. Nou. Ik heb dat ESM-verdrag, zoals dat heet, bij me. Dan weet ik niet meer wat mijn letters zijn. Ik had het zo niet moeten doen. Volgens mij is het... Het is een experiment. Nee. Kijk, er staat in die documentatie in 2015 is een grote eurotop geweest. Waarbij het hier precies over ging. Hè, en dan staat er gewoon heel duidelijk... Volgens mij is het nummer L. Doe gewoon nummer L, want dat is goed. Daar staat er... For this reason, member states have agreed that the banking union requires access to an effective common fiscal backstop to be used as a last resort. Het is een common fiscal backstop. Een gemeenschappelijke afwikkeling. Dat is niet dat banken iets onderling moeten regelen of weet ik veel. Dat is dat Europese landen samen een potje gaan maken. En als dat potje een verlies maakt... Er komt een pot en dat is een Europees depositogarantie. Nee, dat is een fonds. En dat is een fonds. En dat dekt... Nee, dat gaat om de single resolution mechanism. Als een bank in resolutie komt...
Ja, dan gebeurt het onder regie van de centrale bank. Hij heeft het nu over de ESR, single resolution. En die single resolution, dan begrijp je dus bail-in. Ja, dus waar in vroeger tijden al veel eerder de belastingbetalers opdraaien, nee, bail-in. Aandeelhouders, obligatiehouders, ongedekte deposito's. Nee, want nee, het spijt me, maar... Als dat op is, ja, dan zou het kunnen... Maar die kans is zo klein, omdat dat om veel groter bedrag gaat dan de verliezen die een bank ooit maakt. In dit geval, in dit document, er staat gewoon however. Ja, dus however, nee, het is bijna alsof het antwoord op jou is. Even this extensive menu of prudential and crisis management measures cannot eliminate the risk that public funding may be required. Ja, en dan zeg jij de kans dat dat gebeurt is onder de Europese bankunie veel kleiner dan die het verleden was. Maar daar verschillen wij. Want de Europese Unie zegt zelf, wij kunnen dat risico niet uitsluiten. Als alles instort, is in tijd de overheid die de enige die nog wat kan doen. En dat zul je altijd houden in welk regime, hoe dan ook. Of het nationaal doet of internationaal doet. Hè? Maar zouden wij een goed geïntegreerde bankenmarkt hebben en er zou een bank van de omvang van een van onze grootbanken in problemen komen, dan heeft de belastingbetaler daar geen cent probleem van. Komen ze allemaal tegelijkertijd in de problemen, dan wordt het een ingewikkelder verhaal. Maar zou zo'n bank in de Nederlandse context in de problemen komen, dan wordt het al een stuk ingewikkelder. Nee, kijk, in 2008 had je dit ook. Had je discussie met Freddie Mac en Fannie Mae, die grote hypotheekverstrekkers. En dan stond er ook van, ja, but only as a measure of last resort zou de overheid iets moeten doen. En denk, ja, maar die kans is zo klein, want de hypotheekmarkt is zo solide. Als die Italiaanse banken veel zieker zijn dan wij denken, en de kans is groot, omdat de koersen zo laag staan, wat een veegteken is. En ten tweede, het ene na het andere fraudeschandaal valt daar uit de kast. De kans wordt hier gewoon letterlijk juridisch geregeld met een blanco check, en ik wil er zo nog op terugkomen anders. Waarbij er wordt gezegd, we kunnen dat risico niet uitsluiten. Als je zegt een risico kun je niet uitsluiten, dan is het tussen de 0 en de 100. Jij vindt het risico klein, ik ben misschien iets pessimistischer. Ja. Wat ik liever gewoon zou willen hebben, maar dat zou kunnen. Wat ik liever zou willen hebben is dat we een situatie hebben waarbij we zeggen, Italië heeft zijn eigen banken, heeft zijn eigen regering, heeft zijn eigen overheidsbegroting, zijn eigen beleid, waarbij ze allemaal gekke dingen doen in Griekenland, in Portugal. Als wij geen grote eurozonebegroting hebben, dan moet elk Euroland ook zijn eigen problemen maar oplossen. En wat ik hier zie, en dat staat hier gewoon letterlijk, mutualization of fiscal risk. Staat hier letterlijk. Ja, mutualization risk. Wat jij nou zegt, dat is een situatie. Doe dat gewoon niet. Dat zeg gewoon tegen Italië. Leuk dat we hetzelfde muntje hebben. Maar als jullie bank als Unicredit omvalt, dan moet de Italiaanse overheid dat maar doen. Want toen ING en DSB omvielen, toen kwamen de Italianen ons ook niet helpen. Nee, omdat we op dat moment dat toch niet geregeld hadden. Nee, maar je gaat nu dus een bankenunie met landen die hun eigen banken eerst hebben gered. En banken en landen die dat nog niet hebben gedaan. Dus toch heel onrechtvaardig. Nou, in Italië is er dus ook wat nodiger gebeurd. En jij zit heel naar de Italianen te kijken. Als ik van een banksysteem in Europa... Frankrijk en Deutsche Bank. Dan zeg ik precies, dan iets dichterbij zie ik veel grotere risico's. Het zou verder geen namen noemen, maar je weet wel ongeveer wat het is. Ik zal het je besparen, maar je hebt een publieke rol. Het probleem wat je hebt, zoals jij het beschrijft zou moeten zijn, dat was de situatie in Spanje, dat was de situatie in Ierland. Daar was een bankwezen en dat bankwezen was te groot. Dat kwam in problemen en dat kon niet door de nationale overheid worden gered. Kon niet, punt. Nee. Dus zonder Europese steun waren Spanje en Ierland, twee landen die zich keurig aan de begrotingsafspraken hadden gehouden. Waarvan nota, in veel opzichten goed gerunde landen. Dat zien we nu ook weer terug. En dan zie je dat landen waren die in hele diepe crisis waren gekomen als Europa ze niet hadden geholpen. Nou, ja, maar die crisis, dat doen ze ook zelf. Hè? Wat in Ierland is gebeurd, dus dat ze, maar ook Spanje, is dat ze achteraf een vastgoedcrisis hebben veroorzaakt. Achteraf kan iedereen het uitleggen. Maar de meeste mensen hebben niets in aankomen. Nee, en dat zijn gewoon constateringen. Als wij in Nederland de fout hadden gemaakt door die twee andere grootbanken met elkaar te laten fuseren, had Nederland in 2008 ook aan het Europese infuus gelegen. Die durf ik niet. Ja, die hou ik voor jouw rekening. Dan had je een bank gehad die 250% BBP balansbetaal. Dat Nederland niet zelf kunnen redden. En als we trouwens niet in de euro hadden gezeten, was Nederland in 2008 ook down the drain gegaan. Want dat geld dat wij toen uit de markt moesten halen, hadden we in de guldensmarkt nooit voor elkaar kunnen krijgen zonder problemen. Nee, maar die banken die worden ook zo groot, en omdat ze weten, je wordt toch wel gedekt. Want de overheid die staat gewoon achter je. Nee, kijk, dat is je moral hazard. En daarom worden die kringen zo groot. Juist daarom is die bankenunie zo mooi,
Omdat je nu een grote bank, die valt onder een groot geheel, een Ierse bank, hoe groot die ook is in Ierland, die kun je op Europees niveau gewoon afwikkelen, uitwinnen, kostenbelasting betalen, geen cent, gaan over tot de orde van de dag. Nou mooi, maar haal dit dan weg. Die prikkels worden steeds beter en die sector is steeds zwaarder gereguleerd. Ik wil graag een juridische garantie dat als een Italiaanse bank omvalt, dat dat mij geen cent belastinggeld kost. Maar daar is mijn belastinggeld niet voor bedoeld. Die is voor straatverlichting, onderwijs nee, maar, en veiligheid. Maar jij wil ook geen cent belasting betalen als een Nederlandse bank omvalt. En heb je gelijk. Ja, maar dat is wel zo gegaan. En we gaan nu een bankenunie in met Italië. Dat die banken nog moet saneren. En Frankrijk dat ook zijn banken nog moet saneren. Nou, dus, je hebt dus drie soorten landen. Je hebt landen die überhaupt geen problemen hebben gehad. Zoals Slowakije bijvoorbeeld. Dat zit hier ook tegen te hoop te lopen. Je hebt Slowakije, die wil dit niet. Nederland wil het niet, want die heeft gezegd, ja, wij moesten onze eigen banken met belastinggeld redden. Dan moet je zo'n bankenunie ingaan met mensen die alleen maar gezonde banken hebben of hun banken al hebben gesaneerd. Maar heb je net verteld dat het Unicredit met die verliezen door de Italiaanse overheid is geherkapitaliseerd? Nee, nou, nog niet. Ze geven het signaal af. Ja. Dan hebben ze toch ook gedaan wat andere landen hebben gedaan. En dan heeft die bank een gezonde balans en dan kun je het doen. Vanuitgaande dat wat in 2011, 2013, 2016... dat het zich niet meer herhaalt. Nou, maar ik vind die kans uitermate klein. En ook als je naar Monte dei Paschi, Siena... Die kans is onder de bankenunie aanmerkelijk kleiner geworden... dat het nog een keer kan gebeuren. Omdat er nu onafhankelijke toezichtteams kijken. Ja. En je hebt geen idee in wat voor mate van detail die jongens de boeken doorlopen. Even een grappig feitje wat ik mooi vind om te noemen... is dat Unicredit, die klaagt hier ook over. Ja. Want die zegt, omdat jullie beter kijken, vallen er overal lijken uit de kast. Hoe konden we dit gewoon een beetje wegstoppen? Nou, dan werkt dus daar toch, ben ik het. Dan werkt het toch? Ja, maar daar lijken uit de kast. Ik wil hier toch wel over zeggen. Want even over die blanco check. Je slotwoorden over de blanco check. Want mevrouw Boonstra die is hier ook vandaag aanwezig. Ja, moeten we rekening houden ook met tijd. Ik wil kort een paar dingen noemen. Er staat in dat ESM, het Europees Stabiliteitsmechanisme, artikel 9. Daar wordt dus gezegd, nou, de kans op een tekort is heel klein. Want er zijn allerlei mogelijkheden. Maar wat gebeurt er bij zo'n tekort? Wat gebeurt er dan? Dat staat hier beschreven. Wanneer er een potentieel tekort is... dan moeten de deelnemende landen die moeten middelen storten... zodat het ESM aan zijn crediteuren de verschuldige betalingen kan verrichten. ESM-leden, dus Nederland, verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk... om op verzoek elke door de directeur overeenkomstig dit lid... verrichte opvraging van kapitaal te betalen... binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst. Dus die financiële markten die kalmeren, omdat ze weten dat er een Europees stabiliteitsmechanisme is, dat kunstmatig koersen van banken en producten die ze daar hebben, een beetje omhoog probeert te duwen. Dat is gevaarlijk, want dat doe je met bijgeprint geld of met geleend geld in het geval van het ESM. Grote kans dat een drama wordt. Nee, maar sorry, in het geval van nee, maar wacht even. Als dat een keer fout gaat en als er zo'n tekort ontstaat, hè, mocht Wim Boonstra iets te optimistisch zijn geweest, en mocht er toch een iets groter tekort zijn, Dan moet Nederland aan een betaalverzoek voldoen binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van dat verzoek. Ik vind dit doodeng. Haal dit weg. Ja. Dan zou ik in al die dingen meegaan. Nou, ik zou kijk in je verhaal, in mijn beleving knoop je allemaal dingen aan elkaar. Dit fonds koopt geen aandelen op. Nee, dit... Nee. Ja, dat zei jij wel, maar dat doet het niet. Nee, dus dit vond... Sorry, dus even voor de hel... op. Jawel, dat is absoluut. En, dat staat in de artikel voor. Zij mogen op de secundaire markt... mogen zij transacties verrichten om obligaties en aandelenkoersen omhoog te duwen. Kijk, de centrale bank die koopt overal effecten op. En dat effect hebben we gezien. Dat effect heeft een redelijke rol gespeeld... bij uiteindelijk uit de recessie halen van de Europese economie. Zelf vind ik dat ze te lang zouden eerder moeten stoppen. Maar goed, dat is... Als ze daarmee stoppen, dan stort het in. Nee, er stort helemaal niks in. Ze zijn al gestopt. Ze kopen niet meer op. Nee, en je ziet ook... Dus natuurlijk stort het dan niet in. Kijk, en dat aandelenkoers oplopen is voor een deel een kunstmatig effect... wat men heeft willen bereiken. Want hogere aandelenkoersen, vermogenseffecten... In de Verenigde Staten werkte dat ook heel goed. Sterker nog dan hier. Dan voelen mensen zich rijker, gaan meer geld uitgeven. Nou, heel mooi. Het idee was ook die aandelen op dat moment ondergewaardeerd waren... Lage rente, nou, dat heeft in Nederland natuurlijk ook het nodig in beweging gezet. Positieve zin, dat de stel op de huizenmarkt in Nederland was er niet geweest zo sterk zonder de actie van de centrale bank. Ja, dat vind jij geen goede ontwikkeling? Nee, want mensen hebben nu ook een veel hogere hypotheekschuld en huizen zijn onbetaalbaar geworden. Dat zijn allemaal neveneffecten die helemaal niet wenselijk zijn. Kijk daar had je wat heel erg zou hebben geholpen, het Nederlandse huizenmarkt, was een ander punt, is als we niet zo dom waren geweest in de crisis prompt de rem op de bouw te zetten.
Nee, oké, daar zijn we het eens. Ja, maar dat is een heel andere we moeten de volgende keer over. Maar dit ESM, dit is een blanco check. Ja. Dit staat hier letterlijk een blanco check. He, want er staat ook nog onder dat als een ander land het niet kan betalen. He, dus stel, we moeten iets in Griekenland doen of in Portugal. Stel, we moeten wat in Portugal doen en Griekenland moet dan meebetalen. Maar Griekenland heeft zelf problemen. Nou, dan moet Nederland het bonnetje van Griekenland pakken. Dat is hier gewoon juridisch geregeld. Want dat is de ESM. En dat vind ik ook. Dat ook over de Single Resolution Fund. En dit is natuurlijk het ESM. Dat is een iets ander fonds. Maar nee, maar het ESM. Ja. Gaat die taak van dat Single Resolution Fund, dus het afwikkelen van banken, gaan ze op zich nemen. Als er een situatie ontstaat dat er een bank failliet gaat en een schade veroorzaakt die groter is dan de oorspronkelijke schotten die daarvoor bedoeld zijn, dan zal het ESM dat oplossen. En als een land in de problemen komt, het niet aan kan, dan gaan we die schulden mutualiseren. Ja, en dat staat allemaal in die documentatie. Nogmaals. Laatste woorden van jou, Wim. En dan, we hebben nu bail-in. Ja, en als jij begint met bail-in en als je nou gewoon kijkt hoe groot het bail-in kapitaal is, hoeveel verlies je moet maken voordat het op is, dat is nog nooit gebeurd. Het gaat om het grootste deel van de balans. Eigenlijk alleen maar het ene stukje wat onder depositogarantie valt, dat is gedekt. Dat hangt het soort bank af. Soms is het 10%, soms is het 40%. Maar de rest is in principe allemaal bail-in vermogen. Maar ben je het mee eens dat dit een blanco check is? Dit is een backstop die nergens wordt geactiveerd. Echt blanco, ik bedoel, je overvalt me met die teksten. Nee, die maar, sorry, maar nergens wordt geactiveerd. Nergens in Europa. Die is al geactiveerd. Maar blanco checks betekent dat ze voordat het ingaan nog allemaal beslispunten hebben waarin landen kunnen zeggen van dit vinden we wel, dit vinden we niet. Nee hoor, absoluut niet. Er moet een verzoek binnen 7 dagen. Het staat gewoon in dat ESM-verdrag. Ja, dit is zo'n heftig verdrag. Als iedereen over eens is. Ik kan me niet voorstellen dat alle politici in Europa een gaatje in hun hoofd hebben en opeens een blanco check zeggen. Ja, ze hebben een blanco check weggegeven. Daarom kalmeerden die markten. Nee. Want je weet nu, als je Italiaans schuld... Die markten zijn gekalmeerd omdat de Europese Centrale Bank in is gestopt. Punt. Ik vind het een mooi gesprek, man. Ik ben tevreden. De risicoperceptie die is gewoon heel erg verschillend. Wim denkt, het zal me wel meevallen. Jij maakt je zorgen over de blanco check, omdat je wel meer risico ziet dan Wim. Ja. We gaan het zien de komende jaren. We krijgen weer eens een crisis. Maar hij zal er qua banken betreft anders uitzien dan de vorige. Ik maak me meer zorgen over de euro. Ja, dus die kans is klein. Het jaarverslag van Lehman Brothers van 2008, wat dat betreft, is ook heel inspirerend. Van theoretisch kan dit fout gaan. Ja. Maar de kans daarop is heel klein. En ik hou meer van zekerheid. Ik hou van stopverf. Ik ga zeggen, het zal waarschijnlijk niet regenen. Maar ik heb liever stopverf. Ik wil zeker weten dat... Stond de Lehman onder bankair toezicht? Normaal gesproken bankair toezicht. Dat is een investment bank natuurlijk, hè? Ja, weet ik. Ik denk dat daar ook al wat zit. Maar, goed, jij bent natuurlijk bezig met een boek, Euro Evangelie deel 3. Ga je op basis van Wim's verhaal daar nog... ga je het nog publiceren? Of ja, absoluut. Ik zat even te denken, als hij al mijn zorgen wegneemt... dan zou ik het bij wijze van spreken niet doen. Ja, maar dat is niet gebeurd. Dan wacht ik nog even. Ik hoorde inderdaad in het midden nog een mooie quote. Maar ik ben niet gerustgesteld... Want wij maken hier de juridische mogelijkheid. Het gaat tegen het regeerakkoord in. Nederlanders willen dit niet. Het gaat tegen het verdrag van Maastricht in. En als het fout gaat, dan gaat het hard fout. En dan gaat het hierop fout. En dan zegt Wim misschien later, ik hoop het niet. Ik hoop dat hij gelijk heeft. Maar dan zegt hij, de schade daar was toch iets groter dan ik dacht. Maar ik hoop dat hij gelijk heeft. Arno, dankjewel. Wim, bedankt. Erg interessant.